Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Rodald en vandaag heb ik even een nieuwe episode van Rodald speelt Minecraft voor jullie. En ja, de plannen zijn een beetje omgedraaid, want wel, ik kan de kelder in mijn nieuwe huis niet afmaken, want ik heb niet genoeg wood. En wel, ik kan wel allemaal saplings gaan planten met boommuur en blablabla. Maar ik heb echt logs nodig, geen plankjes. En plankjes zijn ook al bijna op. Dus wat ik in gedachten had, ik dacht, weet je wat? Laten we gewoon even een tree farm gaan maken in deze episode. Het kan snel, het kan kort, het is geweldig. Even kijken, we duppen eerst alles hier even in. Oh god, Skype zo. Even kijken, goed, we hebben in principe wel alles. Nou moet ik alleen nog saplings. Even kijken, we gaan ook saplings farmen. Dus daar hebben we ook wat bones bij nodig. Fence hebben we nodig. En even kijken, het stijl. En wat voor stijl wil ik het maken? Even kijken, nou we doen met cobblestone walls natuurlijk. En wel, dan moeten we even een leuk pad hebben, hè. Daarvoor kunnen we wel wat oak slabs gebruiken. Gewoon omdat het kan. Dat past ook wel mooi bij de... Ja, bij de boomfarm zelf. En ik heb wel een mooi plekje ervoor. Aan de kust. De Zeeuwse kust. Ja, genoeg fans. Kijk, wat dacht je hiervan? Dit is wel een mooie plek voor een tree farm, dacht ik zo. Het ligt, ja, wel mooi vlak hier. En wel kunnen we hier een mooie boomfarm maken. Nou moet ik alleen nog even kijken van de hoe en de wat. Dus we gaan eerst even maar even een fence maken. Shit, ik heb niet genoeg dirt. Wel, dan gaan we eerst even maar wat dirt graven. Ik moet het pad toch wat aanpassen daar, dus wat dat betreft. Even kijken, zo, perfect. Het ziet er goed uit. Even kijken, dan doen we het zo, wel langs het water, uiteraard. Hup. Dit even weg natuurlijk. Dat pad, dat loopt daar wel, dus daar moet ik wel rekening mee houden, hè. Even kijken, doen we het zo ver van het pad af. Vind ik goed. Dit weer halen. Zo. Nou, dan gaan we dus even kijken. Hè. Even afgraven en zo. Ik moet die bomen daar, moet ik grotendeels allemaal kappen. Dus eens even de dirt afgraven zo. En want ik heb gewoon ook wood nodig straks voor de tower of power en het hele nette project en alles. Dus ja, ik heb het gewoon nodig in principe. En wat dan kun je het maar beter hebben. En je kunt maar beter te veel wood hebben dan te weinig. Anders kom je in dit soort situaties en dat willen we natuurlijk niet. Dus even kijken zo, kijk, dat was de X. Een appel! Appel. Ik ga ook bij de way iets van golden apples maken. Ik ga zo'n hele OP golden apple maken een keer. En die hang ik denk ik boven mijn bed of zo, gewoon omdat het kan. Ja, ik ben erg in de omdat het kan sfeer. Even kijken, goed, wat moeten we even gaan afmeten met samplings natuurlijk. Even kijken, die hebben 3 nodig ongeveer aan iedere kant. Dus 1, 2, 3... Dat is 1, 2, 3. Dus bam, daar komt het eerste sapling. Dus 1, 2, 3. En dan kunnen we eventueel hier... Ja... Nou, weet je wel, dus 1, 2, 3. Boom. Nee, er moet 4 tussen, want anders dan krijg je ingroei. En dat willen we niet. 1, 2, 3, 4. Hup. En... 1, 2. Dan komt hier het pad, denk ik. Dus 1, 2. En dan komt hier sapling. En dan komt... Hier saplingen. Ik heb niet echt veel nodig. Maar ja, we gaan hem wel lang maken natuurlijk. Dus ik ben bang dat ik die grote boom daar weg moet halen. Even kijken. Weet je wat? We gaan gewoon doorwerken. S'nachts, omdat het kan. Ja, gewoon omdat het kan. Ja. Even kijken zo. En ik wil het niet in een livestream doen, want ik heb gewoon ASAP wood nodig. Dus ja. Even kijken. Ik kan met mijn tooming niet eindelijk wel dag maken. Maar het lijkt me wel leuk om eens een keer s'nachts te werken. Even kijken. We hebben wel torches nodig natuurlijk. Dus planten we even wat torches. Oké. Zodat we in ieder geval geen mobs in onze faces krijgen gespawnd. Even kijken, oké. Even hier een torch inzetten. Zo, we gaan al een lange tree farm maken. Dun maar lang, zeg maar. Want dat hebben we nodig namelijk. Nou ja, we kunnen eventueel de saplings wat over het ding laten lopen, dus... Zo, ik heb ook al een nieuw schep gemaakt. Ik ben voorbereid vandaag, jongens. Ook voor het eerst. Oké dan. Hier even een torch. Perfect. Wel, we laten ze dus wat overhangen, de saplings. Even kijken. Doen we ze hier zo. En daar zo. Want dan hangen ze er eventueel wat overheen of zo. Of net dan hangen ze erop. Dus ja, dat vind ik in principe wel prima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. Boom. Oké.
Waar zal ik het pad gaan maken? Ik koop hier het pad zo. En dan sapling. Sapling. En dan sapling. 1, 2, 3, 4. Sapling. En dan nog een sapling. En dan 1, 2, 3, 4. Sapling. En dan hier nog een sapling. Nou, daar waren nog bomen, denk ik. Dus ja, misschien kan ik hem nog wel één breder maken. Dat weet ik niet. Dat moet ik even uitrekenen. Even kijken, zo. Holy shit, wat is hieronder gebeurd? Nou, dat vullen we ook maar gewoon even op. Zo. Dan moeten we dit hele stuk gaan afgraven. Kan wel, in principe. Ik heb echt wel veel wood nodig. Oké. Even kijken, ik hou graag even die torches in mijn inventory. Om even dingen op te lichten, eventueel. Zo. Oké, dan pad hier. En dan zou hier eventueel nog... Nee, niet daarin, man. Daar nog een sapling moeten. En dan zou... Hier het fence moeten komen. Kan wel, ik kan... Ja, ik kan dit wel eventueel wat terug doen. En ja, dat... ja, prima. Moet ik deze even neerhalen, dat wil wel... Zo, en ik kreeg ook wel wat wood hierdoor. Dus dan kan ik in ieder geval straks na deze episode het ding gaan afmaken. Even kijken. Kerel, ik ben er een... Oh my god. Kerel, heel wat bedankt. Even kijken, zo. Jezus. Ja, ik ben opnemen. Zo. Oké. Jongen. Ja, ik sta ook op niet storen, dus ja, wat wil je anders? Oh, god. Even kijken. Ik neem het jou niet kwalijk, maar ik baal er zelf op dat ik hem niet op niet storen heb gezet. Nee, whatever. Laten we maar gewoon verder gaan. Niet veel bij dit soort dingen stilstaan. Ik kreeg alleen maar hernia's van. Even kijken, oké. Dan mijn saplings planten er maar. Daar moet een sapling. Als ik even die hele grote OP-boom als je dan 3 bij elkaar plaatst. En dat wil ik absoluut niet, want dan ben je uren mee bezig om af te graven. Goed, nou gaan we eens maar zorgen dat we de paden goed krijgen. De paden op, de laden in, vooruit, met flinke pas of zo. Ja, dat, even kijken, oké. Eind, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oké. Nou, dan kregen we het niet gezeik al wel. Laten we maar gewoon aan de gang gaan en ja. Oh, het is niet zo'n super grote OP-boom. Het is wel een grote, maar echt die hele, hele grote beetje chicken farm staat. Dat is echt, die zijn echt OP. Daar ben je ook weken mee bezig om kapot te maken. Oh ja, by the way, als je met je axe tegen blaadjes slaat, is de kans groter dat je een appel krijgt. Zo, even kijken, oh hier is dat ook nog een boom. Haal ik ook nog meteen even weg, zo. Kijk, ik heb al ja, ongeveer een halve stack met logs. Dat staat gelijk aan 2 stacks planken. Want 16 logs, dat is een regel, zijn 64 plankjes. Dus ja, lijkt logisch. Dit weg. Even kijken. Oké, hier zit verder niks meer in. Dus dat kan wel blijven in principe. Jee, boompjes gegroeid. Even al dat gras weghalen. Hier zit dat onkruid, serieus. Op donderen. Waloos onkruid ook altijd. Oké. 1, 2, ho. Hoeveel heb ik hier, jongen? 2, oké, dat is in principe ook wel goed. Wacht, ik ga het gewoon even uittesten of dat überhaupt wel werkt. Met die 2, even kijken. Piu. Ja, dat kijkt, dat killen we prima. Goed, nou dan hier ook maar even. Hey, oké, wat had ik nou weer gesnipt? Jij, oh my god, hoe snijp je mee vanaf daar? Oh, skills, oké. Dit weg. Wel, ik heb niet echt problemen gehad. Even kijken. Ik vind geen enkele mob zo erg als creepers in principe. Ja, oké. Cave spiders zijn echt gewoon super OP vervelend. Maar ja, creepers zijn nog vervelender. Jee, appeltje. Oké, wel. Het is een lange episode vandaag, jongens. Maar ja, dat moet ook maar even. Zombies, geweldig. Opdonderen. Oh, ja. Nou, als je het over het gedrocht hebt. Oh mijn jezus, dit is een siege. Het is een siege. Nou, ben ik klaar met jou. Huppakee, opdonderen. Jezus. Wat een mops, verschrikkelijk. Laten we dit maar eens even een beetje gaan oplichten hier, want...
Dan breekt het kennelijk nog een beetje aan. Hoja! Anker! Stop spin. Oh god. Wat is dat met al het gedrag vandaag? Jezus. Nou, dit maar oplichten, want hier spawnen ze altijd. Word ik helemaal gek van. Oké, joh. Fans. Heb ik nog fans? Ja, 5 stacks met fans. Perfect, zo. Pop. Oh, ik ben op zich bijna klaar met de 3 farms. Dus alleen fans nog doen en zo. En ik maak de muur zelf wel off-camera. Dus het is nog 5 minuten of zo. Dan ben ik wel klaar, denk ik. Even eten. Gewoon al mijn inventory alweer vol. Ik heb hem net geleegd. Even kijken. Nou, dat was een redelijke mooie 3 farm hier zo. Oké. Zo. Herp de derp. Herp de skerp. Oké. Jezus, echt waar. Oké, graaf. Wel, ja, dit moet gewoon allemaal weg. Even kijken, dit halen we wel even weg, want ik moet al deze bomen hier moeten gewoon allemaal weg. Gewoon hup, opdonderen. Oh god, meer skybrood, sorry. Ik zet hem niet op die store, want dat kost te veel tijd. En daar heb ik ook überhaupt geen zin in om te doen. Dus joh, die online komt, gooi ik hem in de call. En dan ben ik zo van, hey, doe je zin er gewoon naar speelt Minecraft. Jij doet. Dat, even kijken, oké, perfect, want nu gaan we de paden maar graven, denk ik, zo. Mm-hmm. Ja, bij dit soort bomen, ja, daar heb je het probleem gewoon, dat ze dan laag gaan groeien, maar ja, dat kom je gewoon niet aan. Kun je dus niks tegen doen. En anders wordt het wel echt een te OP grote tree farm, ja. Oh mijn god, burp. Maar dan graaf je er gewoon doorheen, dus in principe is het niet echt een big deal. Even kijken, Torch, wat is dit nou dan? Spider heb ik toch niet nodig, zo. Oké. Ik kan echt niet wachten tot ik eindelijk gewoon met dat project netter aan de gang ga. Even kijken, oké. Oké. Ja, hè? Doe ik alleen hier zo. Kijk wat ik kan. Oh nee! De emu pick, serieus. Hey, en de mini ga ik even doodmaken. Ja, en de pulsa. Oh, Mr. Enderman. Jij bent een lelijke, vuile. Hoer! Dat moet ook echt wel veel damage hebben gedaan. Wat de fuck is mis met jou? Echt waar. Je spaced hem. Oh ja, dat vliegt dus nog. Nou, wat de fuck? Nou wel, hij zoekt het maar uit. Kun je zoals met zo'n stoont als een granaal, echt waar. Nou, up zo. Oké dan. Wel, Oh. Ja, dat is 1. Ja, dat is op zich prima. Wood hier. Hup. Timmer even dicht maken, oké. Okay. Wel, Timmer even de stuk plankjes maken. Niet meer, want dan zit de inventory vol. Oké, okay, we zijn nog bijna klaar, jongens. Het is nog gewoon even een kwestie van paden invullen en alles. Wat is dit toch? Zo. Maar als jullie nog leuke ideeën hebben voor mappen of series die ik eventueel met Jordi zou moeten doen, dan laat het even achter in de comments. Want daar worden Jordi en Nick heel erg blij van. Dus ja. Hup. Oké. Okay. Kijk, want zo kan ik tussen deze twee palen lopen. Oh god, al die deugd. Seeds niet. Ik heb nog liever zombie flesh dan seeds, echt waar. Natuurlijk al 50 stacks met zombie flesh. Ja, maar daar gaat het niet om. Ik kan hier nog wel een extra klein pad. Nee. Dit is in principe wel goed zo. Kijk, maar dan kan je hier lopen. Kijk, want hier hoef je niet te lopen. Oké, waarom moet je hier lopen? Oké, het staat misschien wel mooi, maar... Nee, er is veel te veel ruimte in beslag nemen. Dus ja, even kijken. Nou, ik graaf dit nog wel even af zo. Heb je die emu weer? Yes, halleluja. Dankjewel, zo. Nou, kennelijk is die enderman nog levend. Nou ja. Wow, shit.
Haarkap. Dat is dat sound dat ooit hebben toegevoegd. Serieus, mijn raadsel. Echt waar. Zo. Oh, mijn schep is kapot. Nou, weet je wat, jongens? Ik ga het hier gewoon bij laten. Dit fix ik allemaal off-camera wel. Ik geef een aardappel eten. Dat is lunch. Yummy. Maar ja, je koopt dus de nationale treeform van Shadow Games 320. Het wordt best wel mooi, dat ga ik afgraven. Je koopt wel een mooi berg nog eens zo, maar... ja, laat even achter in de comments, wat vinden jullie hiervan? Maar kijk, ik heb dit zo gemaakt, want wel, dan kan ik hierheen en hierheen. Hier koopt, denk ik, de ingang zo hier. Omdat wel, hier komt die trap naar beneden. Dus ja, ik moet even kijken. Misschien maak ik hier ook wel de ingang, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Misschien had ik het wel beter kunnen doen met nog zo'n extra pad aan die kant. Maar ik vind het helemaal prima. Ik vind het goed. Ik ben hier wel content mee. Dus ja, jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.